Leuk dat jullie kijken naar deze gloednieuwe Fortnite video op mijn kanaal Games4Real. En in deze video's gaan wij iets super speciaals doen. En ik ga het gelijk laten zien. Let's fucking go. Jongens, deze video is gesponsord door Botti. En ik zal ook even een linkje in de beschrijving zetten naar hun website natuurlijk. Om natuurlijk super mooie dingetjes te kopen. Die ik nu aan jullie ga laten zien. Let's fucking go. Nou jongens, ik heb ze allemaal even op mijn bed neergelegd zoals je ziet. En dit is echt geniaal. Ik was altijd al van, yo, Fortnite, weet je wel. Natuurlijk, dat is gewoon waar mijn kanaal om draait. En ik wil altijd gewoon iets op de background hebben. Of gewoon iets chills om te hebben van Fortnite. En kijk eens wat Botti mij heeft opgestuurd. Allemaal Fortnite poppetjes met pickaxes, backpacks, alles erop en eraan. Ook gewoon wapentjes hier, zoals je hier ziet. En ik heb er superveel, zoals je hier ziet. Het is echt vet. En ja, we gaan gewoon... Het plan van de video is... Wij gaan uit al deze poppetjes de vetste uitkiezen. En die skin combo gaan we gewoon in-game, in Fortnite gebruiken. Dus ik heb hier heel veel keuze, zoals je ziet. Je hebt hier natuurlijk een iets groter pakketje dan de wat kleinere. Dit is een solo poppetje. Hier heb je dus natuurlijk 2 in 1. En het leuke is, we hebben ook een super groot pakket. En dat is een Port-a-Fort. Helaas zit hij niet meer in de game, dat is wel jammer. Maar natuurlijk, we kennen het allemaal wel. Het is super vet. Natuurlijk het poppetje ook met een heavy sniper. En het leuke is, ik heb hem in elkaar gezet. Het duurt echt bijna geen... Het is super easy om in elkaar te zetten. Ik heb hem hier staan. Ik vond het super vet namelijk, dus ik had hem al gelijk geopend. Dit is een Port-a-Fort. Met natuurlijk een Fortnite karakter erop. Ik weet alleen helaas niet meer de naam van deze skin. Maar ik heb hem even op mijn stoel neergezet, want door het licht van de monitor en alles stelt hij niet scherp. Je ziet hem. Dit is het poppetje natuurlijk met een heavy sniper erop. Hoe vet is dat? En het leuke aan de poppetjes is, jongens, jullie kan hem helemaal ronddraaien en zo. Het is een beetje lastig nu met 1 hand. Je kan de armpjes ook... Hier, wacht, ik haal het wapentje er wel even uit. Even zien. Oh, soepel. Oké, je kan de armpjes ook helemaal bewegen en allemaal posities aannemen. Het is echt... Echt super ziek. Je kan ze ook trouwens allemaal hier opzetten. Dus ik ga er denk ik ook even eerst even een paar uitpakken. En dan zet ik ze op de Port-a-Fort. Want je kan ze helemaal hier gewoon een soort fight laten namaken. Hier natuurlijk een mooi deurtje erin. Dus ik ga denk ik even een paar poppetjes uitpakken. En dan gaan ze even op de Port-a-Fort zetten. En dan gaan we gewoon kijken hoe dat eruit ziet. Let's go. Nou jongens, ik heb heel wat doosjes die ik gebruik. Ik heb ze even daar neergeplukt. Kijk. En dit is echt... Ik vind het geniaal. Het is echt ziek. Kijk 1 keer die Port-a-Fort. Met allemaal Fortnite karakters erop. Ik hoop dat het licht niet te irritant is. Dat het gewoon goed te zien is. Het leuke hieraan is ook dat elk poppetje weer een ander skin of pickaxe of wapen bij zich krijgt. Dus dat is super dope. Bijvoorbeeld deze krijgt een scar en een heavy shotgun. En het leuke is, je kan dus bijvoorbeeld deze backpack. Ik zal even die eraf halen, want dat is wel leuk. Dan kunnen we het even demonstreren. Ik leg even hier de camera neer. Zoals je ziet, zie je hier het poppetje. Een dab doen met de deagles. En het leuke is, dat heeft elk poppetje, en dat zie je misschien ook wel op de paar wapens, dat ze van die puntjes hebben op de achterkant. Dus ik zal even laten zien. Bijvoorbeeld hier op de pickaxe zie je weer zo'n puntje. Deze pickaxe heeft ook weer zo'n puntje daar. En dat heeft dus elk wapen, dus ook op de zijkant. Ik weet niet of je deze goed kunt zien, daar zie je ook een puntje zitten. Dat heeft elk skin, of elk wapen slash backpack heeft dat, omdat je natuurlijk dan eraf kan halen en erop kan zetten. Dat is wel geniaal. Dus kijk, je kan gewoon die backpack eraf halen. Het ziet er super vet uit. Ik vind die dab, oh, even het wapen goed doen. Ik vind die dab echt goud houden. Dus dit is echt, je kan van alles ermee doen. Dat is dus super dope. Ik zet hem even weer hier neer. Oké, het plan is dus als volgt. Ik heb ook even daar mijn webcam natuurlijk opgenomen en mijn gameplay staat aan. Wij gaan dus nu... Een skin vanuit de toren, vanuit die ik heb gekregen hier, gaan we een combinatie maken. Want je kan alle backpackjes en natuurlijk de pickaxes los doen. Dus dan gaan we van alles, of gewoon de leukste die ik vind, gaan we de backpack eraf halen en de pickaxe en zo. En zo gaan we een skin maken die we gaan gebruiken in een solar potje. Dus dat wordt super dope. Ik zat dus te denken aan sowieso het ei als backpack. Dus die gaan we gebruiken als backpack. Dus even zien, dan moeten we nu nog een pickaxe gaan vinden. Even zien, ik denk dat we gewoon de candy pickaxe van natuurlijk de Crackshot gaan nakken. Dus laat hem even los. Hey, dus even luisteren, dankjewel. Oké, dus we hebben de pickaxe en de backpack. Dus nu moeten we eigenlijk alleen nog een skin gaan uitkiezen van deze toren. En ik zit dan even te kijken, gaan we dan voor een vrouwelijke skin, voor een mannelijke skin. Want ik heb heel veel mannelijke skins, zoals je ziet. Red Knight is ook vrouwelijk. Maar we hebben ook nog hier een paar. En ik zit dus te denken, kijk, die heb ik helaas niet. Die wel, die natuurlijk ook, die wel. Maar die dus ook weer niet. Dus ik heb niet alle skins in-game die ik hier heb zitten. Maar ik zit dus te twijfelen, man. Ik heb namelijk ook niet de Crackshot. Ik denk dat we deze dame als skin nemen. Volgens mij is dat de Shadow Ops. En dan wordt dit onze... ja, ik zal hem wel even gaan maken. Alright, dit wordt dus onze skin. In-game met de candy pickaxe, natuurlijk de Shadow Ops en het mooie eitje op onze rug. Dit vind ik op, gewoon het leukste wat er is van alle skins. Dus we gaan deze skin even namaken in-game. Let's fucking go. Alright, dan moeten we dus even naar onze locker toe. De candy pickaxe heb ik natuurlijk al staan, want ja, dat is natuurlijk mijn favoriete pickaxe. Ik heb hem natuurlijk ook als favorite hier geselecteerd, dat is super dope. Alright, dus dan moeten we de backbling even aanzetten. En dat is dus het eitje. Even zoeken. Bingo. Het ei, natuurlijk past die beter bij de Bright Bomber. Helaas heb ik die niet tussen zitten, want dat was wel een hele leuke combo geweest. Maar we moeten dus, volgens mij heet die de Shadow Ops. En die moet ik even gaan zoeken. Is dat een blauwe skin of een paarse? Ik weet niet eens meer. Blauw? Nee, geen blauw hè? Nee, shit. Oké, dit is volgens mij wel paars. Ja, hier is hem. Hoe heet die? Shadow Ops, ja. Dus dit is onze mooie skin combo. Dat is toch goud dat we letterlijk hier het poppetje hebben. Hier, precies hier. En in de game kunnen namaken. Hoe vet is dat? Natuurlijk, helaas, de wapens hebben geen wraps. En ik heb helaas nog geen glider. Ik weet niet of ze dat hebben. Zal wel vet zijn, though. Dus een glider wordt gewoon even een random dingetje die er mooi bij past. Nou, de zwarte glider bij de Shadow Ops natuurlijk. Ziet er vet uit. En de wrap een beetje mengen. Op zich, deze is wel goed. Die past bij de Candy Axe. Dus op zich hebben we nu wel een super vet skin combo natuurlijk. We hebben deze mooi nagemaakt in-game. Dus ik denk... laat gewoon maar in het potje duiken, dus let's go. Zo mensen zijn natuurlijk in het solo potje aangekomen en we gaan lekker naar Paradise Palms toe natuurlijk, omdat het een hele chille stad is om te landen. Maar even serieus, besef dat we nu gewoon de skin combo aan hebben van... oh, ik moet wel even goed laten zien, dit mooie poppetje ouwe. Het is nog steeds zo raar ouwe, dat dat gewoon... ja, ik weet niet, het is gewoon apart, ik vind het gewoon geniaal, ik vind het echt leuk ouwe. Oké, even zien, ik weet niet of ik het net haal, ik moet even die drone zien te halen, anders red ik Paradise niet eens. Ik heb geen idee of er meerdere mensen heen gaan. Ik denk het altijd wel. Het is altijd wel een gewilde stad, zou ik maar zeggen. Even zien. Alright, kunnen we even omhoog? Ja, 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 ja. Kunnen we nu even wel kijken of er meerdere mensen heen gaan? Volgens mij niet, hè? Oh, toch even de minis meenemen en een kistje. Uh-oh. Landt hij hier? Nee, hij is doorgegaan. Oké, nice. Oh my god, ik dacht dat die kist hierboven zat, maar hij zit onder mij. Oké, ik ga eerst even de kist pakken en daarna kunnen we die guy wel looten, hè? Of gaan killen proberen, hè? 2 kistjes, jongen. Heerlijk, heerlijk. Een groene AK, een beetje matig, En een, oké, nou op zich met die slurp kan ik wel leven, dit is wel chill. Oké, trekken we dat bosje aan en dan gaan we die kerel gewoon pushen. Oké, die drone is best wel handig om te landen, ouwe. Ik zweer het je, 2 chests, altijd leuk. Oké, die kerel is op hotel geland. Ergens daar, dus ik heb geen idee waar. Maar laten we eerst maar even loot gaan vinden voor close range, want dat is nog wel even een dingetje. Ik zie daar ook iets gehakt worden. Ik zie, ligt hier een gun. Wat is dit, een SMG? Ja, ja, oké, nice. Deze neem ik mee. Nice, chill. Oké, ik hoor een guy. Let's go, die was heel snel weg. AK, I love you. Op zich ben je nog best wel decent. Oké, minis mee, dank u wel. Chill, man. Dat was een snelle kill, ik zeg je eerlijk. Oké, ik hoor nog een guy. Zit er 2. Oh, hij is zo weak. Hij is zo verrekte weak. Shit, ik dacht dat er iemand was. Oké, ik kan hem pushen, maar ik weet niet of ik genoeg messen voor heb. Ik zie daar... oh! Abort mission. Abort mission. Holy knijters. Dat was vol met knijter. Oké, even een mini nemen. Yo, wat? Ik weet niet van waar die boog kwam, maar dat was een goed schot van hem. Jeetje, man. Waar kwam dat vandaan? Hallo? Enemy? Oké, ik zie niemand echt in mijn nek. Ik heb geen idee wie dat was. Man, dat was echt een goede hit van die guy, ouwe. Ik zeg je eerlijk. Alright, ik denk dat ik gewoon die hotel ga pushen, man. Fuck it. Ik hoop dat ik gewoon genoeg mes voor heb. Hup, hup. Doe even hier, hup. En dan gaan we hier zo omhoog. Ja, perfect. Oké, nu zit hij op het dak. Handen omhoog! Oké, waar zitten de enemies? Oh, daar. Let's go, dat is er weer één. Waar is die guy met die boog? Want die... oh, die zit daar. Ja, 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 ja. Hoppa! Met een autosniper! Met een autosniper, een one-shot. Ik zeg je eerlijk, ik heb altijd met zo'n autosniper dat het altijd letterlijk een hit... ja, je raakt hem wel, maar het heeft niet zoveel zin, want die kill is toch niet dood, weet je, in één schot. Dus dat was zo... oh, deze kills, man. Holy damn, ouwe. Dikke GG, gast. Man, man, man. Ik heb wel trouwens even snel een blauwe jar nog kunnen oppakken, dus dat is wel fijn. Ik denk dat dat ook die guy was daar verderop met die boog, denk ik in ieder geval. Want ik heb geen idee of er nog meer mensen hier zijn. Even zien. Oeh, deze guy had lekker geloot. Ik neem een shotje mee. Drumkunnetje mee. De rest boeit me niet zoveel. Dat hoef ik ook niet echt. Alright, jongen. 3 chille kills gemaakt. Nice, man. Tot nu toe gaat de skin combo... heeft ons nog gewoon laten overleven. Dus dat is super chill. Oeh, nice. Een blauwe pump. Ja, die moet ik even hebben. Ligt hier een kist? Nee. Ik denk dat dit heel Paradise was, jongens. Alright, dan neem ik even snel die shotgun daar. Want die tactical, ja, ben ik niet heel erg fan van. Laten we die maar even snel om gaan ruilen voor natuurlijk een heavy pumper. Dank u wel. Maar die... Oh, die sniper op deze guy. Oh, heerlijke kill hoor. Heerlijke kill. Ja, hij was die guy met de boog. Kijk eens, dan weten we dat ook weer. Dan is er niet... ik denk dat dit iedereen dan was, ouwe. Dat is best wel snel gegaan eigenlijk. Nou, laten we maar snel gewoon de rift pakken. Dan boeken we hem gewoon weg. En dan gaan we gewoon proberen meer kills te pakken, jongens. Sowieso. Ah, dit was heel Paradise. Ik denk dat er niemand meer is nu. Chill, Bill. Alright. Ja, het is voor het eerst dat ik echt op die drone ben gaan landen en daarna het potje ben gaan spelen. Want meestal land ik altijd op in een stad, zeg maar. Ah, blijkbaar heb je dat niet eens nodig. Je kan het ook gewoon met een drone doen. Huppakeetje, zeggen we dan. Alright, hier wat ARM. Ik hoor nog wel een kistje boven. Die kunnen we wel even beter meenemen. So let's get it. Doen we dat even. Hoppakee. En kistje. Oeh, ja, 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 ja. Kijk, nu zijn we full shield. Kijk, dit is chill. Dit is super chill. Oké, let's go naar de rift. En dan gaan we lekker even naar wat enemies toe. Let's get it. Oh shit, ouwe. Ik zie daar een airdrop. Oeh, die wil ik hebben. Die wil ik hebben. Ja, 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 ja. Ik denk dat er meerdere mensen op afkomen, maar... Oh my god, die kan je... Voor een lamer. Nee, ik ben net te laat, denk ik. Oh my god, hoe was die mis? Dylan, are you fucking crazy? Oké, ik ga snel naar die kerel toe met die lama, want hij heeft geen shield. Dat is echt de perfecte guy om het nu te pushen. Let's go. Oké, hij heeft veel match nu en hij heeft geen shield. Of hij heeft nu een shield ingenomen. Hij neemt nu een shield in. Hallo bro. Oh, tuurlijk. Glitch lekker doorheen, maar je bent alsnog dood. Dat is zo kut voor die guy. Maar hey, chill van mij, gast. Alright, weer een killetje erbij, jongens. Oeh, minis, die kan ik meenemen. Dank u wel. Oké, we gaan weer terug naar die airdrop, want daar wil ik eigenlijk eerst heen. Maar hey, toch even snel een kill kunnen oppakken. Oh, wat zou het vet zijn als ik weer die sniperkogel daar had geraakt. Ik weet niet, man, die auto sniper, ik ben er nooit echt fan van geweest. Ik kan er gewoon nooit mee omgaan. En die kerel die ik daar had in één kogel... Oh, ja, die hebben me toch wel even anders laten denken over deze gun. Ik weet niet, ik heb altijd als ik een headshot raak, dat het altijd weer gewoon net niet veel damage doet, weet je wel. Is dit een guy hier? Lapt hij in de boom? Dan zou die heel dom zijn. Oké, nee. Oh my god. Vriend. Oké, hij heeft een scar. Die wil ik hebben. Oh god. Oké. Nee, die airdrop mag je niet hebben, vriend. Waar zit je? Oké, chill. Ik wil eigenlijk die airdrop even nakken van hem. Zou hij nu gaan pushen? Waarom doet hij dat niet? Oh, scar. Ja, dank je. Neem minions mee, snel. Woep. Dat was een hit, nice. Ook een hit en nog een hit. Oh my god, Dylan. Ik zweer het je, jongen. Oh, ik keek niet eens goed of ik die kerel ging raken. Maar alles ging gewoon raak. Letterlijk elke kogel daar die ik schoot, die ging raak. What the fuck? Oh shit, ik hoor een sniper. Een heavy sniper om precies te zijn. En dat is wel een leuk wapentje om mee te nemen. Ik hoor schoten, maar ik zie ze niet. Oh, daar, daar. Nice, nice, nice. Oké, er even uit. Oké. Oh, ja, ja, ja. Ik zie perfect. Bro, dit bedoel ik met die heavy sniper. Of die auto sniper, man. Dat ding is zo broken, ouwe. Ik kan daar nooit raak mee schieten. Het is echt een gaar ding bij mij altijd. Zit die kerel... Waar zit die kerel nou dan? Hij zit daar achter, hè? Maar waar zit deze gast dan? Of heeft iemand dood? Ik heb geen idee. Ik zie niemand die beweegt. Ik weet in ieder geval dat daar die knaap zit met die heavy sniper. Oh my god, ik ben een god. Dat was 150 damage volgens mij. Oh, heerlijk. Ja bro, wat ga jij nu doen, ouwe, om jou in leven te houden? Ik heb ook nog een lekker drumgun, dus je wordt lekker nog volgespeed ook. Hold dit. Jij hebt wel kloten nu, man. Dat is eerlijk. Oké. Nou, dat doe ik niet eens zo moeilijk hoor, ik hak het gewoon weg. Vandoor, hè? Wat een panda. Get fucking doei gewoon, ouwe. Oh, hij heeft die heavy sniper. Ja, die wil ik gewoon hebben, ouwe. GG, bro! Lekker uit de lucht, gast. Dat is echt chill aan die golden scar. Kijk, weet je, bij die golden scar hoef je nooit echt te wachten, zeg maar, met schieten. De bloem is altijd gewoon wel lekker. Dus je hoeft niet te wachten tot je 1 punt heel klein is. Dus dat is wel chill. Alright, we hebben zijn heavy sniper, man. Daar draaien we het om. Dat ding is zo relaxed om te hebben. Oké, let's go. Launchpad. Even kijken of we weer een enemy tegen kunnen komen. Nee. Er is wel veel gefight hier, though. Daar is... Ik denk dat daar iemand zit. Ik weet niet. Altijd als er nog meer mats zijn dan normaal. Of dat er, hoe heet dat, echt insane gebouwd is. Heb ik altijd zo'n feeling dat er sowieso nog iemand zit. Volgens mij zag je daar iets weghakken. Ik weet niet zeker. We gaan er gewoon even heen, buurten. Ja, ja, hier zit ook een guy. Oh, dit. Ja, ja. Oké, hot hè? Kutboog steeds. Odde. 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 Die kerel. Oh my god. Ik dacht deze kat was erin gevlogen. Maar dit is gewoon een... Oh my god. Welke panda zit heet met zo'n boog. Maar die kerel die liep gewoon met trap in die... Iemand ging ons third partyen. En die dacht van... Yo, ik heb gratis kills hier. Of nee, toch niet bro. Je gaat gewoon lekker. Waar is die... Wacht even. Die kerel met die fucking boog moet ik even weer weg hebben. Waar is dat gast? Waar is dat gast? Waar zit die knaap vanaf te schieten? Even serieus. Ik zie hem niet. Ik heb geen idee waar de kerel zit. Maar hij is flink irritant. Ik heb het gevoel dat hij wel in mijn site hier ergens zit. Het zal wel. Ik weet niet of ik alle loot heb. Volgens mij niet. Volgens mij zit er nog wel wat boven. Oeh, minis. Het hout erbij is altijd handig. Even die boom hakken hier. Ik heb geen idee. Oh my god, maar dat was echt goud. Die kerel klapte namelijk met zijn launchpad naar ons toe hier. Die dacht van, ah, ik pak deze kills even op, weet je wel. En hij landde in mijn trap. Dat had hij niet door. Nee, volgens mij heb ik wel alles, denk ik. Of zo. Het zal wel. I don't know, man. Dat was fucking goud. Hij liep even... Ah, dat vond ik hem mooi. Dat vond ik mooi. Die kerel dacht van, ja, ik ga even lekker deze kills cleanen. No fucking way, bro. You're dead, zeg maar dan. Even zien, hoor. Ik zie hier een paar riftjes liggen, dus ik ga gewoon lekker hier campen. Daar wordt ook een rift gebruikt. 2 rifts, guys zelfs. Maar met dit hebben we helaas niet zo aan. Een shield zou wel even leuk zijn, trouwens. Zo erin uit de lucht. Oh, er zit iemand te schieten van ergens daar. Oh, ik zie hem helaas niet. Oh, jammer. We gaan allebei door die gang hier. Zit er een uit de lucht. Ik ben bang voor die guy daar, man. Okay, zitten allebei... Oh, hij is volgens mij weak. Anders pusht hij hem nooit. Oké, jammer. Bloom, Dylan. Oh my god, dat is die boot. Volgens mij was dat ook die guy van net, ouwe. Sowieso. Okay, hier moet ik wel even voor oppassen voor deze gast. Dus kan ik hem snipen. Als hij mij met die boog een headshot geeft, ben ik volgens mij echt de lul, ouwe. Hij gaat naar beneden. Wat is hier van plan? Oh my god. Oh, zo! Wat een timing van die guy. Had hij heel goed gedaan. Oh, hij raakt mij wel gewoon. Ja, bro, ik wil die guy snipen, deze man. Wat gaat hij doen? Hij gaat voor die rift, hè? Oké, ik heb... Oh, dik. Kijk uit. Oké, ik moet dit even... Anders gaat die boogguy op mij schieten. Ik ben ook bang voor een sniper in mijn nek. Als hij met die boog gaat schieten, ben ik de lul. Oké, die is heel weak. Oh, dit. Hij had me nog best wel geraakt, ouwe. Snel heavy, of mini nemen. We zijn gouden heavy nakken. Yo, iemand zit hier te fucking bouwen, jongen, naast mij. Ik blijf hier lekker even zitten. Okay, ik wil zo'n rift eigenlijk gebruiken, maar ik weet niet of ik daar veilig bij kan komen. Okay, we zitten op 9 kills, dat is een mooi kill aantal. Dat is die guy, dat is die zweter. Oh, deze guy is goed, hoor. Even een mini nemen. Oh my god, deze guy is fucking irritant. Oh my god, gaat hij mee? Ik wil die mini. Woe, deze guy is zo goed. Ik heb een launchpad. Auf Wiedersehen. Holy shit. God, gast. Die guy is goed, jongen. Maar ik heb het wel overleefd. Op een of andere manier. Oké, al mijn mensen zijn er letterlijk doorheen gejaagd, gewoon. Holy shit, gast. Ik moest daar weg met een launchpad. Ik was helemaal vergeten dat ik die dingen had, jongen. Ik weet niet of ik het al anders had overleefd, gek. Oké, ik moet wel zo'n piepen. Ik heb nog een launchpad. Ik denk dat ik die wel ga gebruiken. Kijk, ik moet nog tegen best wel wat mensen. Maar het kloot is, die goede chap leeft nog, man. Dat is hij niet. Ik kan hem nu gaan mengen. Hij heeft hem, hij heeft hem. Die guy is zo goed, ouwe. Ik weet niet hoe hij dat doet. Ja, hoe hij dit doet. Hij speelt gewoon lekker. Dat is gewoon goed. Maar knijters, man. Ik heb echt stress voor die guy. Ik denk dat ik ook dood ga door die chat, man. Ik moet wel even een match gaan farmen. Want hij heeft natuurlijk nu weer een kill. Ik zie daar een kaaie lopen daar verder. Kijk hoe hij mij ook in zijn vizier heeft, jongen. Hij zit veel te veel op mij te focussen. Omdat hij weet dat ik misschien een van de betere ben hier. Maar ik weet ook dat, natuurlijk dat hij een van de betere is hier. Ik ga deze guy killen. Ik moet deze chap zijn match hebben. Ik denk dat deze gast wat minder goed is. Hoop ik, in ieder geval. Toch 2 hits. Geef maar kill, geef maar kill. Oh my god. We zijn ook zo weak, jongen. Okay, soms werkt die bloem echt totaal niet mee bij mij. Wat is dat, ouwe? Oké, die guy loopt daar. Hij is goed. Oké, ik moet heel even kijken hoe ik dit ga doen. Oké. Iedereen zit hier, iedereen zit hier. Oké, ik moet wel even op mijn match letten, though. Ik moet die guy, die goede chap moet hebben, man. Hij is de enige guy waar ik echt bang voor ben. Nice, op snelle scope. Ik moet die guy gaan pushen, fuck it. Ik ben echt aan het zweten nu, jongens. Dan weten jullie dat. Zo, dit heb ik even nodig. Dank u. Sorry bro, de seizoen. Oké, ik moet heel erg zweten tegen deze gast, man. Dat is echt niet normaal. Yo, dit lijkt echt scrims, man. Holy shit. Ik heb geen idee waar die op zit te schieten. Hij zit ook ergens boven te schieten. Oh, hij zit op die airdrop. Ah, fuck, hou. Die kerel die goed is, krijgt nu ook allemaal moken, goede guns. Oh shit. Ik hoop niet dat hij een RPG heeft, want dan ben ik de lul nu. Dus ik doe heel veel dit. Er zit een gast hierboven, 100%. Waar gaat... Oh, er zit er nog ergens iemand, man. Er zit ergens een knaapje die heel erg bang is om te fighten. Dat weet ik nu al. Oké, ik ga voor die rift strijden, zo. Chill. Zit er... Waar zit die, man? Lekker aardig weer. Oh my god, dit was niet de bedoeling. Maar misschien ook wel. Oh shit, ik ben heel weak. De boys, dit wordt een lastige, man. Het is een bosje. Nope. GG. Ik heb hier ook een launchpad. Deze guy is goed, man. Oké, de final guy, ouwe. Oh, dit is sowieso al een heerlijke game. Maar ik wil hem ook afmaken. Grote boom. Deze guy is goed. Ik ben echt benieuwd hoeveel wins deze chap heeft. Fuck, ik moest hem daar raken, man. Hij is heel snel aan het bouwen, man. my god! Oh my god! Oh! Dit is het meest sicke solo-potje wat ik ooit heb gehad. Klaar, streep eronder. Niet de meeste kills wat ik ooit heb gehad. Maar hoe heb ik die guy nog oh shit! Kunnen killen daar. Kan ik dit poppetje? Ik laat wel even liggen hier. Oh my god. Deze skin combo, jongens. Heeft me toch een game opgeleverd, jongen. Holy shit, ouwe. Ik no-scopte die guy op het einde. Wat een luk, ouwe. Yo, oké. Dit was insane. Dit is echt niet normaal. Holy shit. Ik tril echt als de pleuris, gast. Maar jongens, het is het einde van de video. En dat is natuurlijk wat ik dus aan het begin van de video zei. Jongens, ik ga door Botti een paar van deze poppetjes weggeven. Dus wil je het winnen? Er zijn 3 stappen wat je moet doen. Ik zal ze ook even in de beschrijving zetten, zodat het natuurlijk wat makkelijker is om het te zien. Je moet natuurlijk geabonneerd zijn op mijn kanaal. Je moet mij volgen op Instagram. En hier komt het. Je moet mijn supporter creator code gebruiken. Ik zal hem hier wel even omhoog gooien. Mijn supporter creator code is gewoon Games4Real. Als je die gebruikt, stuur daar een fotootje van in mijn Insta DM. Zodat je natuurlijk, dat is dan je bewijs. En dan zou ik uiteindelijk iemand uit mijn DM's kiezen. En die krijgt dan een leuk popje toegestuurd. En volgens mij mag je gewoon kiezen welke je wil. Dus er zijn ook een schooltrooper. Je hebt super vette poppetjes. En holy shit. Deze skin combo heeft me echt wel een lijve game opgeleverd, jongen. Holy shit. Maar jongens, hopelijk vond je deze video leuk. Als je deze video leuk vond, vergeet niet zeker op die fucking blauwe duimpjes te rammen, jongens. Kunnen we weer voor die 2500 likes gaan. Ik weet dat jullie het kunnen. Jullie zijn gewoon te insane om dat niet te kunnen. Dus sowieso thanks voor alle support. I love you all. Jullie zijn insane. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. En dan zeg ik tot de volgende keer. Later mensen. Bye bye.